Waarschijnlijk ken je het concept phishing wel. Je krijgt een e-mailtje waarvan je denkt van, hey, klopt deze afzender wel? In die mail staat een link waarvan je denkt van, is dit wel de echte site? Als je op die link klikt, kom je ergens terecht waarvan je denkt van, hier worden om allemaal rare gegevens gevraagd. Dat is phishing oude stijl. Phishing komt echter op nieuwe manieren ook voor. En het doel blijft hetzelfde, de manieren zijn nieuw. In deze video geven we je de 5 laatste trends op het gebied van phishing. De meest gebruikte methode van phishing is nog altijd e-mail. Dat blijft gewoon de nummer 1 trend. Maar het verschil is dat ze op het gebied van e-mail ook meegaan met actualiteiten. Zo krijg je bijvoorbeeld vaak een phishing mail waarin een linkje staat naar een Teams vergadering of een Zoom vergadering. Deze link klopt dan vaak niet en leidt naar een nagemaakte website van Teams of van Zoom, waarna je inlogt op een verkeerde site en zo je gegevens achterhaald zijn. Op zo'n slimme manier wordt er ingespeeld op de actualiteit en bijvoorbeeld ook met het pakket gemiste e-mails. Je verwacht een pakketje, je krijgt een mailtje van DHL, maar dat mailtje van DHL blijkt dus niet te kloppen. Je klikt op de link, die link gaat naar een vervalste website, je logt in en er gebeurt niks, maar zij hebben wel jouw gegevens. Omdat je een sms natuurlijk op je telefoon krijgt, hebben de criminelen een andere manier bedacht om alsnog nog meer gegevens van je vandaan te halen. Dat doen ze door de volgende manier. Je klikt op de link en de nagemaakte site van PostNL of DHL zegt van hey, je hebt de app nodig om te kunnen zien waar je pakketje is. Vervolgens krijg je een zogenoemd APK-bestand aangeboden dat je downloadt. Zo'n APK-bestand, dat is eigenlijk een soort installatiebestand voor een app op je Android-telefoon. En als je die installeert, dan installeert die eigenlijk een soort nep-app, een malware-app, die vervolgens op de achtergrond heel veel gegevens nog meer kan buitmaken. Deze methode was in 2021 zo beproefd dat zelfs de politie hiervoor waarschuwde. Postpakketbezorger DHL werd hiervoor misbruikt. Tot nu toe deze manieren van phishing ging om berichten die naar iedereen werden verzonden en de criminelen hoopten gewoon zo hier en daar wat binnen te kunnen halen. Een andere manier van phishing die ook steeds vaker voorkomt, gaat via WhatsApp. Dus dan komt het voor dat je via een onbekend nummer opeens een linkje krijgt waar je op moet klikken. Mensen zijn niet zo heel snel geneigd dit te doen, maar door het heel persoonlijk aan te pakken, proberen ze mensen toch te verleiden om alsnog op de link te klikken. En dat kan een link zijn naar een website waarin gevist wordt naar jouw persoonsgegevens. Maar dat kan ook zijn naar een tikkie site om snel geld aan je te verdienen. Deze manier van fraude heet WhatsApp-fraude en komt steeds vaker voor. Bijvoorbeeld dat je een WhatsAppje krijgt van iemand die zegt van hey mama, ik ben mijn telefoon kwijt. Dit is mijn nieuwe tijdelijke nummer. Ik heb geld nodig voor een nieuwe telefoon. Kan je me even uit de brand helpen? Of met een ander noodgeval waar ze per direct geld voor nodig hebben. Een andere manier van phishing is een manier die steeds vaker in het nieuws komt en die eigenlijk in het verlengde van datingfraude zit. Dus het kan ook zijn dat je het linkje naar een phishing site via Tinder krijgt of via Bumble of via welke dating app je ook gebruikt. Het komt vaak voor dat er criminaliteit op dating apps zit. Dus bijvoorbeeld op dezelfde manier als WhatsApp door te doen alsof ze in nood zitten, dat ze acuut geld nodig hebben om jou een tikkie link te sturen. Datingfraude gaat natuurlijk ook heel persoonlijk in op de mensen, op het gevoel. Dat maakt het zo'n gevaarlijke manier van fraude, waardoor mensen ook echt voor heel veel geld vaak het schip ingaan. Dus voordat je iemand echt vertrouwt met jouw geld of echt vertrouwt om op een linkje te klikken, zorg ervoor dat je gewoon zo snel mogelijk met iemand afspreekt om iemand echt te leren kennen, om te weten wat hun intenties zijn en om te weten of iemand te vertrouwen is. Mensen die de boel aan belazeren zijn, zijn niet zo snel geneigd om af te spreken in het echt. De laatste trend die we zien, dat zijn QR-codes. Een QR-code kan natuurlijk in ons dagelijks leven veel zichtbaar zijn. Zo kun je bijvoorbeeld een brief van de ING namaken met een QR-code. Aan een tafeltje van een restaurant kan een nep QR-code geplaatst worden. En op die manier kunnen mensen naar een phishing site gelokt worden. Het gevaar van een QR-code is dat je wat minder snel geneigd bent om de link te checken. Deze link is al zichtbaar in je camera-app, maar je klikt er gewoon snel op, waardoor je op een nagemaakte site terechtkomt. Een handige tip hierbij is om te kijken of de link waar de QR-code naar scant wel klopt. Dit kun je zien in de camera-app. Dit waren 5 voorbeelden van phishing. En hoewel phishing dus geen nieuw fenomeen is, is het een fenomeen wat op meerdere manieren zich ontwikkelt en altijd zal blijven ontwikkelen. Maar de bestrijding daarvan blijft eigenlijk steeds hetzelfde. Check altijd de afzender van berichten die je krijgt. Check altijd de link. En in sommige gevallen check ook altijd de instantie waarvan het afkomt. Krijg je dus een bankmailtje en je vertrouwt het niet helemaal, bel even je bank om te vragen of alles wel in orde is. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet te liken. En abonneer je op het kanaal van id.nl voor meer video's over veiligheid.